vragen of u dadelijk op het knopje wil drukken. Ja. En misschien moet u een paar keer drukken en dan verschijnt het. Oké. Ja. Ja. Oké, beste mensen. Allemaal hartelijk welkom op de bijeenkomst van de groep Van Brugge in de Rode Hoed. We willen vandaag de dag de toekomst van de jongeren in de landbouw vooral in het kader zetten van dat nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wat er is. Wat voor kansen zitten daar, wat voor mogelijkheden, wat moet daar de volgende jaren nog aan verbouwd worden? Hoe is nou eigenlijk in de toekomst de samenwerking tussen stad en land, tussen boer en burger, tussen landbouw en wetenschap? Dat zijn allemaal vragen, zal ik maar zeggen, die de volgende jaren indringend op ons tafeltje komen. Vanmiddag een vol programma, inleidingen, discussies, een GOB-spel en de officiële opening van dit project, wat door de staatssecretaris zal gebeuren. 92% van de Europese bevolking heeft eigenlijk totaal geen kijk op een beleid dat wel 53 miljard euro per jaar kost. En hoe kan je die discussie nou opengooien zodat meer burgers, belastingbetalers, consumenten iets meer krijgen van het beleid en ook zich er tegenaan gaan bemoeien, dat ze mee gaan discussiëren. En dat willen we doen op verschillende manieren om verschillende doelgroepen te interesseren. En het belangrijkste is een online platform, dat heet canyoucapit.eu, onder de titel Learning and Discussing the Common Agriculture Policy. Het project zelf loopt tot en met april, maar het is online, dus het blijft ook daarna nog beschikbaar. Bedankt om mij uit te nodigen op dit eerste event van de vier. Ik kom er dan ook graag spreken over jonge land- en tuinbouwers en wat zij binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen doen. Het is ook in het belang van de sector, als je nadenkt over een begrip als license to produce, dat je dus met inachtneming van zeg maar duurzaamheid ook produceert. Omdat je dat namelijk mogelijkheden geeft voor de toekomst. Ik denk dat op drie thema's in ieder geval het gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals dat nu voorligt kansen biedt, je moet ze wel willen grijpen, om echt actie te ondernemen. Dat is op het terrein van de vergroening. Het tweede thema wat natuurlijk een rol speelt en zeker vanmiddag hier, dat is die van de noodzakelijke verjonging. En een derde thema wat ik ook van groot belang vind is het moderniseren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de steuninstrumenten als het ware zo inzetten dat ze ons vooruit helpen om ons sterker te maken in de komende jaren en meer concurrentie als het ware ook mogelijk te maken en ons niet op achterstand te zetten. We streven naar een wereld waarin lekker, duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen beschikbaar is. En eigenlijk een van de eerste dingen die ons trof, dat was net voor de hervorming in 2013, dat we ons inderdaad realiseerden, er gaat ontzettend veel geld om in dat Europese landbouwbeleid, maar wij als bewuste consumenten, als bewuste burgers, weten daar eigenlijk ontzettend weinig van. Ik denk het enige goede, echt goede van de afgelopen hervorming is de extra aandacht die er is voor jonge boeren. En het meest dieptepunt is eigenlijk het mislukken van de vergroening. Wij hebben 45 melkkoeien en we gebruiken een 40 hectare land, iets meer. We zijn in begin 2010 begonnen met het onderwerp voedsel en stad. En jongens, let op, voedselproductie gaat veranderen en voedselproductie gaat naast alles wat er op dit moment nog is, op deze manier in de steden van de toekomst plaatsvinden. Hoe zorgen we nou dat er zelfs in Nederland een level playing field plaatsvindt en dat niet de ene provincie zeg maar andere voorwaarden aan een subsidie voor jonge landbouwregeling stelt als een andere provincie? Mijn vraag is, innovatie is denk ik heel erg belangrijk, maar hoe verhoudt zich dat tot de slow food movement? Innovatie is een deel van wat slow food doet, is gericht op traditionele technieken om die te beschermen. Daar kan je natuurlijk ook voor leren om dat soort techniek en dat soort kennis te laten samenvallen met wetenschappelijke kennis, met innovatie, insecten die bijvoorbeeld gegeten worden door inheemse volken. En wat is het probleem dikwijls bij landbouwers? Ze zijn te bescheiden. Dus zij vinden dat maar normaal. We hebben iets gevonden om beter te kunnen sorteren en sneller te kunnen werken, beter te kunnen rooien, een betere rijbemesting kunnen toe te passen. En we hebben er zelf iets voor gemaakt. Ja, dat heeft wat gewerkt. We hebben dat dan aangepast en nu werkt dat beter.
En we vinden dat normaal, we hebben dat zelf gevonden. Nee, nee, dat is eigenlijk, daar is innovatie gebeurd. Dat kan uitgedragen worden. In principe kan zelfs dat concept verkocht worden. En misschien dat we jullie wel in Berlijn of in Parijs of in Rome zien. Allemaal een goede reis naar huis vanavond. En eet u smakelijk vanavond.